Voorzitter, allereerst complimenten voor de reactie van de collega Heerma op die laatste interrupties van de heer Wilders. Voorzitter, veel mensen hoopten de afgelopen weken tijdens de kerstdagen een familiediner te organiseren. Of op 31 december met vrienden dit jaar uit te kunnen blazen. Maar het was hopen tegen beter weten in. Want het aantal besmettingen stijgt, net als het aantal ziekenhuisopnamen. En wie de beelden zag van koopjeszagers op de Kalverstraat of de mensenmassa in magisch Maastricht, die wist, we bewijzen onze collectieve hoop geen goede dienst. Het bleek ijdele hoop. De aanhoudende tweede golf komt hard aan. Bij het zorgpersoneel dat nog altijd hoge werkdruk kent en bij de families die door zieken of sterfgevallen moeilijke tijden kennen. Maar ook het verlengen van de coronamaatregelen die hard aankomen bij ondernemers. Met name bij de bedrijven die op last van de overheid gesloten zijn en nauwelijks omzet draaien. En dat terwijl soms moeilijk is aan te tonen dat horeca, cultuur en evenementen tot grote besmettingshaarden leiden. D66 vindt het daarom meer dan logisch dat het kabinet vandaag nieuwe steunmaatregelen heeft aangekondigd. Er komt een hogere tegemoetkoming in de vaste lasten en extra steun met terugwerkende kracht, ook voor dit kwartaal. En in het nieuwe jaar blijft het mogelijk voor ondernemers om het betalen van belasting uit te stellen, zodat je als hardwerkende MKB'er niet nog dieper moet interen op je eigen vermogen. En dit steunpakket doet daarmee recht aan de bedrijven die het grootste offer brengen in de strijd tegen corona. Maar toch maak ik me zorgen over hun lot als de huidige situatie met forse beperkingen langer aanhoudt. En het kabinet moet daarom een vinger aan de pols houden. Bijvoorbeeld bij de extra steun via maatwerk voor ZZP'ers en flexwerkers. Kan de minister uitleggen hoe dat maatwerk eruit gaat zien? En wat gaat hij doen als gemeenten er onvoldoende in slagen voor deze mensen een oplossing te bieden? En ik sluit me aan bij de vraag van collega Dijkhoff over startende ondernemers. Want voorzitter, een overheidsinfuus, dat is geen duurzaam bestaan. De kroegeigenaar, de restauranthouder, de theaterdirecteur hebben meer nodig. Ze willen perspectief op een verantwoorde opening. En ik roep het kabinet op te stoppen met zwart-wit denken waarbij of alles open of alles dicht is. We moeten kijken wat slim wel veilig kan. En er werd gisteren bij de persconferentie en in de brief voorgesorteerd op field labs vanaf januari. Proeftuinen in een veilige setting. De Tweede Kamer vroeg er dit najaar al om, zodat we op die manier meer inzicht krijgen in hoe we beetje bij beetje de economie kunnen heropenen. Zodat we weer naar een sportwedstrijd, het café of een vollere theaterzaal kunnen. Hoeveel proeftuinen starten er in januari en hoe denkt het kabinet daarna snel te kunnen opschalen? Veel ondernemers, voorzitter, hebben al gedetailleerde plannen klaarliggen hoe ze met kleine maatregelen toch veilig open kunnen. Zo ook de restaurants. Waarom kan dat nu nog niet? En dat vraag ik ook met het oog op de gisteren gelekte notitie vanuit EZK. Graag een reactie van de minister. Voorzitter, in januari begint de vaccinatiecampagne in Nederland. En minister De Jonge schetst die eerste vaccinatie soms een beetje als een bevrijdingsdag waarop het licht aan het einde van de tunnel is bereikt. Maar hij schetst, vind ik, daarmee wel een verkeerd beeld. Want dat licht is verder weg dan hij voorstelt. Want in tegenstelling tot de informatie die we vorige week van de minister kregen, krijgen we toch minder vaccins in eerste instantie dan we hadden gedacht. En starten we niet op 4 januari met dat inenten. Daarmee moeten verwekte verwachtingen weer worden bijgesteld. Welke verklaring heeft de minister voor deze gang van zaken? Waarom wist hij niet eerder van de informatie dat er minder vaccins naar Nederland toekomen? En belangrijker, welke opties heeft hij om alsnog extra leveringen deze kant op te krijgen? Ik sluit me aan bij de vraag van collega Heerma over, is de logistiek op orde? En voorzitter, die vaccinatiestrategie brengt me bij mijn hoofdpunt. De coronastrategie van het kabinet is erop gericht om de meest kwetsbaren te beschermen en de druk op de ziekenhuizen beter beheersbaar te houden. En als we in de loop van 2021 dan in slagen om de meest kwetsbaren en hen die hen verzorgen te vaccineren, wat betekent dat dan voor de algehele strategie? Vallen we dan terug op de eerdere keuze van sturen op groepsimmuniteit? En wanneer komt het moment dat er voldoende mensen zijn ingeënt waarop ik kan zeggen ja, nu kunnen we coronamaatregelen gaan terugdraaien? Graag een uitleg van de premier. Voorzitter, tot slot. Jongeren en studenten. Want het kabinet heeft vandaag niet alleen een steunpakket voor ondernemers versterkt en verzwaard, maar trekt ook zo'n 60 miljoen euro uit voor activiteiten voor jongeren. En dat is ontzettend belangrijk, want jongeren en studenten hebben het zwaar. Ook deze crisis raakt hen hard, want ze halen niet alles uit hun opleiding doordat veel online gebeurt.
Studenten zijn een bijbaan kwijt door de gesloten horeca. En veel jongeren voelen zich eenzamer door een gebrekkig sociaal leven. En D66 stelt naast deze steun die het kabinet aan de gemeentes heeft vrijgemaakt, ook voor om perspectief te bieden op stapsgewijze heropening van onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld door sneltesten te combineren met onderwijs zonder afstand. De capaciteit van onderwijsinstellingen te verhogen door mondkapjes en spatschermen te introduceren in collegezalen. En slim te kijken naar looproutes in onderwijsgebouwen, zodat er weer meer studenten naartoe kunnen. Graag een reactie. Dank u wel, voorzitter. De heer Wilders. Niks over het openen van de horeca? De heer Jetten. Nou, voorzitter, ik heb gevraagd wanneer die field labs, die proeftuinen met evenementen, cultuur en horeca starten en waarom restaurants nog niet open kunnen. Ik hoor graag ook een toelichting van het kabinet. Nou, mevrouw de voorzitter, want ik zag, volgens mij was het een paar dagen geleden, vorige week, zag ik de heer Jetten prominent op televisie en ook in de krant. Met een verhaal van, ja luister, het is toch niet uit te leggen dat alle winkels open zijn in Nederland in de winkelstraten. Maar de horecazaken dicht. Een beetje het verhaal wat ik ook heb gehouden, het sprak me zeer aan. En u zei toen echt van, de horeca moet, oké, misschien met proeven, maar moet weer open. U vraagt het nu, maar mag ik uw vraag zo verstaan dat u bent een regeringspartij, althans een vertegenwoordiger van een regeringspartij, dat u dat gewoon eist. Dat u niet alleen voor de televisie en in de krant een grote broek aantrekt en zegt, het is niet uit te leggen, die proeven moeten beginnen en die horeca moet dus gedeeltelijk en verantwoord natuurlijk open. Is het een vraag of is het iets wat u als coalitiepartij, belangrijke coalitiepartij, eist van het kabinet? De heer Jetten. Ja, voorzitter, dat is inderdaad wat ik voorstel om nu te beginnen met die proeven. En het verschil tussen de heer Wilders en ik denk dat we samen zeggen, die Black Friday kan ik niet uitleggen aan die caféhouder of restauranthouder die nu helemaal dicht is. En ik ben ook bij een aantal horecaondernemers op bezoek geweest die in de zomer allerlei aanpassingen hebben gemaakt om nu op een veilige, verantwoorde manier open te kunnen zijn, die toch alweer 3 maanden dicht zijn, interen op hun vermogen, water tot aan de lippen, gedeprimeerd personeel dat thuis zit. Dat is een hele zorgwekkende situatie. Het OMT heeft begin oktober al geadviseerd aan het kabinet, ga nou niet alleen zwart-wit alles open of alles dicht doen, maar kijk wat er wel mogelijk is. De Tweede Kamer heeft in oktober een motie aangenomen om met die experimenten te starten. En ze zijn nog niet gestart, ondanks dat Horeca Nederland en MKB die experimenten helemaal kant-en-klaar hebben klaarliggen. Dus wat mij betreft starten die inderdaad in januari en gaan we daar niet maanden over doen, maar kijken we, zodra we binnen een paar weken zien, heropening in een gecontroleerde setting leidt niet tot extra besmettingen. Die gedachte die we hadden blijkt niet te kloppen. Dan kunnen we ook snel meer en meer opengooien. Ja, voorzitter, ik wil meer en sneller en ik wil verder gaan. Maar in ieder geval ben ik blij dat de heer Jetten hier al een stap wil zetten. Ik heb nog één vraagje over. Want u weet, net als ik, dat heeft u ook voor de televisie in de krant gezegd, dat het niet alleen al lang is voorbereid, maar dat de mensen in de horeca hunkeren om het te laten doen. Waarom wacht het tot januari? Waarom kunnen ze niet volgende week maandag met de eerste experimenten beginnen? Nou, voorzitter, dat lijkt me een hele goede vraag om aan de minister te stellen. Waarom hebben we nog die weken nu nodig? En kunnen we niet eerder al starten als dat al vanuit MKB en anderen is voorbereid?